Kom bij de klusjesman, deel 14. Dit is Arjan. Arjan is een vrijwilliger van het kabouterhuis en gaat een plank zagen. Hoe zaag men een plank? Heb je een puntmuts op? Nee, ik zie dat je ook altijd een puntmuts op hebt, of wel? Oh nee, het leek het. Oké, Arjan zaagt een plank. Dat doet hij met een zaag. Een zaag die vooraf goed geslepen is. Arjan, hoe meet je dit nou eigenlijk af? Centimeter. Kijk, een goede timmerman heeft altijd zijn juiste materialen bij zich. Kijk, u ziet nu is nu een timmermansklus. Hij gebruikt de zaag als meetlat. Dat scheelt hem meer in crisistijd. Gaat het? Weggaan. Weg? Echt weg? Ja. Helemaal naar achter ook? Een dorp uit. Nou, volgende week deel 2 van daadwerkelijke zagen. Want we krijgen ook nog deel 3. En dat is hoe vinden we een plekje? Ja, tuurlijk kan dat, jongen. Ja, daar gaat hij. Hij begint rustig. Nou, helemaal kort.